Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ben ik samen met Lindsay. En wij zijn hier in Duitsland. We zijn net de grens overgegaan bij Nijmegen en we zijn nu in Kranenburg, als ik goed zeg. En ze hebben hier allemaal winkeltjes en daar gaan we eventjes kijken. Dus ik ga jullie daarin meenemen. En we gaan ook op zoek naar adventskalenders. En de eerste winkel waar we in gaan is de DM. Nou, dit is mijn outfit. Ik heb natuurlijk mijn seafoam Jordans aan, mijn broek van de Stradivarius, mijn topjes ook van de Stradivarius, dan heb ik mijn tas van de Victoria's Secret en ja, dat was het wel. En dan mijn accessoires van de Buddha to Buddha. Nou, mijn schoenen zijn van Nike, mijn broek is van Bershka, mijn trui en mijn pet geen idee. En ja, dat is mijn outfit. Laten we maar naar binnen gaan. Fanskalenders, daar gaan we weer kijken. Woehoe. Van Tiki, ken je dat? Hey, kijk, do it yourself. Van Nivea, we hebben trouwens een mondkapje op, dus sorry als je me niet heel goed kan verstaan. Oeh, dit ziet er ook heel leuk uit. Ah. Voor beide. Wordt er helemaal van. Allemaal bioproductjes. Baby lip. En hier hebben we een hele grote adventskalender van de Alverde. En dan hebben we hier de adventskalender van Babylin. Die ziet er heel leuk uit. Natuurlijk make-up. Oh, dit is ook super schattig. Wat van die Laris. Dit ken ik niet. Trinidad. Essie. Nog eentje van die V, inderdaad. En dit is van de Balea, maar die ken ik niet. Balea vrouw en Balea men. Dit is dus adventskalender, heeft ook een heel handig hendeltje. En dit is trouwens van de DM zelf, dus deze hebben we niet in Nederland. We staan nu bij de traveldienst en ze zijn allemaal echt zo schattig. Kijk, mini make-up remover. Cute. Oh, zelfs een mini scheermes. Nah. Vallen. Oh my, nee. Misschien iets te groot. Wel leuk dat ze bij het baby voor zo'n dingetje hebben staan, want dat was super schattig. Ik heb ook een heel lijstje van mijn tante en mijn oma, wat ik allemaal mee moet nemen naar Nederland, dus komt goed. Maar we kennen deze winkel niet, dus eerst gaan zoeken. Ik heb hier het lijstje wat ik mee moet nemen en daar staat onder dat ik eentje van deze mee moet nemen en twee hiervan. Dus we hebben er al twee. Drie eigenlijk. Kijk bij de vitamintjes voor oma. Waar en waar? Oh, vitamine. Nou, van deze moet ik er dus 9 meenemen. Dus gewoon even tellen. 2, 4, 6, 8, 9. Oh. Hallo, ook schatten. Kijk, daar kan je een fotootje in doen. Ja. Oh, en een weggooi-camera. Allemaal leuk. Maar toch laat ons meegaan. Ze hebben ook een heel leuk make-up kastenbakje. Ik vind hem heel mooi. Alleen ik denk niet dat mijn kast hierin gaat passen. Een beetje jammer. Hard gebroken nu. En ze hebben hier allemaal tampen staan. En dat moest ik ook meenemen. Maar ik moet even kijken welke. Nou, deze tandpasta moesten we hebben voor de tante van Jill. En daarvoor hebben we er 4 van nodig. Lekker inslaan. Gooi er maar in. Yeah. Let's go. We zijn weer bij de kalenders, maar we gaan nog even door lopen. Wat is het hier? Waar is het? Hier is het niet. Ah nee, het is van hier. Dit is een bananenhaarmasker en die lijkt heel goed te zijn voor je haar, maar
Die hebben ze hier ook in papaya. Watermeloen. Iets met macadamia. En wat is dit? Aloe vera. Oh, aloe vera klinkt lekker. Welke zou ik gaan meenemen? Ik ga even kijken wat het allemaal doet. Dus ik ben benieuwd. Welke lekker zijn? Oh nee. Oh nee, het ruikt naar die watermeloen snoepjes. Die vind ik niet zo heel lekker ruiken. En dan hebben we papaya. Nu is het schijnt nog steeds tussen de bananen en aloe vera. We hebben ook allemaal maskertjes voor het gezicht natuurlijk. En dit scheelt echt wel als vergeleken met Nederland, want in Nederland zit deze 7 euro. Net al. Kijk, dit is een, ik denk dat dit een haarmasker is. Haarmasker. En er zit ook een unicorn cap bij. Of een flamingo. En dat doe je in je haar. Dan doe je cap eroverheen. Dat is echt super schattig. Net als op die fotootjes. Oh, zo heel schattig dit. Ook ananas. Strawberry. Grapefruit. Avocado. En kokosnoot. Ja. De prijs is wel een beetje duur. Ik heb alle beginnummers nog niet. Maar kijk hoe leuk deze zijn. Die wil ik toch hebben. Ik heb er wel een paar al die hier tussen staan, maar niet allemaal. Nou. Blauw. Oeh, kerst. Hier, nog één. Tjoe. Hebben we toch iets anders in kerst? Iemand kerst. Ik neem er hiervan eentje mee. Ja! Ik stop. Je hebt dus ook nagellakjes en ik vind deze wel leuk. En deze ook. Maar die is wel kleiner. Maar wel lekker goedkoop. Hier zag ik net ook een adventskalender van, maar dat was van make-up en volgens mij niet van nagellak. Hier was het van mijn tante. En daar moet ik er 3 van meenemen. Nou, maar het zit al bijna. Hier neem ik er 4 van mee. Als ik eruit heb. Ja. Tadaa. Deze. De dag. En dat waren er, hoeveel waren dat er? 2. Tadaa. Misschien moet ik terug, hè? En als wat in het bandje zit, dus let's go naar de kassa. Ik ben helemaal vergeten af te sluiten, maar dit is dus wat ik heb gekocht. Ik heb een shampoo en een maskertje gekocht en nog een masker, bananenmasker. Dit is gewoon handzeep. Dan heb ik een leuke blauwe nagellak. En natuurlijk de kerstlibello. Labello. Dan heb ik nog een borstel. Deze werkt echt super fijn. En dan ook nog stofzuiger zakken, boekjes. En dan heb ik natuurlijk nog de kalender. En deze kalender ga ik unboxen in een andere video. Dus hou zeker mijn YouTube-kanaal in de gaten. Dus abonneer ook zeker. En als je meer van dit soort adventskalender of dit soort vlogjes wilt, dan zeker een duimpje omhoog. En laat het ook weten in de reacties. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe een dikke vette duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. Bye, natuurlijk. Vergeet niet te volgen op Instagram en TikTok. Bye, Giekse IT. Doei!